Ja, rustig. Mag ik even er tussendoor? Jullie gaan rechtsom, ik ga linksom. Oh, let op. We gaan neer. Politie, handen omhoog. Huh? Wat heb jij nou weer? Oh, nee, ik moet er nu echt gaan taseren, want ik ga even... Nee! Nee! Kut! Deze, ik ben deze. Schiet hem neer, schiet hem neer, schiet hem neer! Jongens, schiet hem neer! Schiet hem... Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Duval en more. En vandaag ga ik op pad met het AT met een nieuwe uniform. Shoutout naar, kom nu in beeld, want ik weet niet precies hoe hij een shoutout wilt hebben en hoe en wat. Of ze te downloaden zijn, weet ik ook niet. Komt allemaal in beeld, zien jullie nu, kunnen jullie nu lezen. In ieder geval, ik heb een team van AT mannetjes. Ikzelf, politie arrestatieteam achterop. Hij heeft dan politie, hij heeft dan weer arrestatieteam. En wat heb jij? Ook arrestatieteam. We hebben allemaal verschillende wapens en dat is wel gaaf. Ik heb namelijk zelf de Glock 17. Maar hij heeft een Glock 17. Hij heeft een shotgun. Ik heb hem de verkeerde gegeven, maar hij heeft een SMG. En hij heeft de SMG. Ik heb ook nog de SMG. Dus stel we komen in een vuurgevecht, dan gaat hij met zijn Glock schieten. Hij gaat met zijn shotgun schieten en hij met zijn SMG. Dus laten we in ieder geval de straat op gaan. We luisteren meldingen mee, maar dat betekent niet dat we ook de meldingen aannemen. Of nee, wacht, laten we niet de straat op gaan. We gaan gewoon even wachten. Vandaag in de Audi RS6, want ja, je moet natuurlijk ook wel een beetje met nieuwe uniformen, ook met een nieuwe auto in stijl aankomen. En ja, die RS6 is toch wel erg vet. Shout-out naar Team MH. Nou goed. Hier een bericht voor alle wagens. Oeh, die wou ik bijna aannemen, maar dat is... Ja. Oh. De AT is onderweg. Ja, ik weet het. Maar die gaan dan hier ergens, ik weet nog niet meer waar. Ja. Die hele... Nee, daar ben je zo lang mee bezig. Sorry. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We have possible terrorist activity armed with assault weapons in Rockford Hills. Respond code 3. Nou, daar gaan we wel eens kijken. Wederom is er een aanval in de metro. Het is altijd raak als wij AT... als wij met het AT onderweg zijn. Of als wij AT zijn, altijd in de metro. Ja, de Audi is natuurlijk lekker snel. Ik heb ook explosieven. En een taser. En nog wat teergas. Dus genoeg om dadelijk eventueel nog een gebouw binnen te vallen, et cetera. Zo, AT ter plaatse. Ja, rustig. Mag ik even er tussendoor? Hallo, AT ter plaatse hoor. Zijn we hem vergeten? Oh nee, ik dacht echt dat we hem vergeten waren. Goed. Hallo. Nou, we hebben wat wapens gekregen, ook al hoef ik die niet. Want ik ga met mijn eigen SMG. F12. Go, go, go. Ja, jij hoeft niet. Zo, jij wilt er niet bij. Oké, let's go. Aanvallen jongens. Vuurlijnen. Oké, stroom wordt uitgezet. Dat hebben wij gedaan. Let op. Oh, verkeerde. En ik gewoon niet dood. Wacht even, hè. Even luisteren, hè. Niet schieten, jongens. Maar nu wel. Ik doe ook even door mijn... Mijn sound. De... Explosie, let op. Oké, clear. Nog één. Zaklamp aan. Rechts vrij.
Oh, let op jongens. Ik zie geen verdachte. Ik zie op dit moment niemand. Opletten jongens, verdachte. Verdachte neer. Denk ik. Ja, verdachte neer. Door. Let op, explosie terug. Oké, veilig. Jullie gaan rechtsom, ik ga linksom. Oh, let op. We gaan neer. Ik zie niemand. Ja, laden. Oh. Oké. Let's go, nog één iemand. Hier zo. Let op. Yo, iedereen uitschakelt jongens, stroom komt terug aan. Veilig. Nee, die staat niet meer op jongens. Kom op. Even kleren, als het goed is gaat de stroom zo aan. Ja, goed. We kunnen door. Ach, dat is veel. Nou, goed werk. Ging sneller dan normaal. Maar ja, ik dacht, ze hebben wel zo vaak meegemaakt nu. Dan kunnen we ook wel even wat sneller oplossen. Maar ja, niemand gewond geraakt. Of ja, wat onschuldige mensen. Maar de ambulance stond al boven. Ja, dat kan niet. Want we zijn met vier in één auto. Anders had ik... Oh, ik pak allemaal wapens op die ik niet hoef eigenlijk. Oh, weapons... Remove current. Die heb ik ook niet. Die wel. Die is voor mij. Ja, check, 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 check. Oké, okay. Goed. Hallo, auto die hier staat. Van what the fuck. Ambulance is ter plaatse. Hier ligt nog iemand die ik neer had geslagen. En wij gaan door. Komen ze nou niet buiten of zo? Hallo. 1. Twee en drie. We've got a possible robbery at the Angelico jewelry store. Onderweg naar een overval op een juwelier. Misschien niet 100% een AT-melding, ofwel als ze nog binnen zijn. Ja, zeker wel een AT-melding. Ja, oké, jammer joh. Wordt flink geschoten. En we knallen op een boom, was geloof ik hartstikke mis. Oké, jongens, kom op. Uitstappen, 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 zware wapens. Geen tijd. Om een plan te bedenken met de OVP. Zet de deur open? Dat zie ik dus echt niet. Ja, hartstikke mis. Oké. Er is nog iemand, de eigenaar is nog binnen. Oké, dan moeten we een beetje opletten. Even wachten tot deze gekleerd is. Dikke faal voor mij. Hebben jullie wapens? Ja, goed zo. Dan komen de collega's al. Ja. Politie, handen omhoog. Wow, dat zijn er veel, dat zijn veel te veel, veel te veel. Oh, dat waren echt veel te veel. Oké, okay, ik vond het wel cool. Maar ja, het waren veel te veel mensen. Had ik niet verwacht. Ik dacht van, als ik gewoon ga schieten, dan krijg ik ze wel. Maar toch niet. Nou, wacht even. Ah, daar ben ik weer. Cool. Oh, ik heb alleen geen wapens. Ga maar naar binnen, jongens. Oh, dat zijn echt heel veel mensen daar binnen. Dat heb ik even allemaal gemist. Combat. Stun. Tear gas. Wat kan er nog? Sticky bombs. En SMG. En dan doe ik zo meteen wel de attachments. Oké, jongens, kom er binnen. Zijn naar boven komt, heb ik hem.
Oh! Ja, ik heb hem. Oh! Vuurlijnen! Dekking zoeken! Ik smoke hem gewoon eruit. Collega, ga nou niet. YOLO's. Oh my god, wat een... Ja, verdachte is uitschakeld. Oh, nee, daar gaat er nog eentje verder. Shit, we zijn wel mijn auto kwijt. Oké, okay, even snel inspannen en kleur veranderen. Kom jongens, instappen. Nou, jullie horen niet meer bij mij. Span ik zo meteen wel nieuwe bodyguards in. Mat zwart. En we gaan achter een verdachte aan die nog met een voertuig er vandoor gaat. Maar die is een beetje snel, dus ik weet niet of me dat nog gaat lukken. Ondanks mijn snelle Audi. En zetten we hem klem en houden hem aan. Simpeler gezegd dan gedaan waarschijnlijk, maar... Oh, hier ligt hij nog steeds met zijn motor. Dat nou weer. What the fuck? What the fuck? Huh? Wat heb jij nou weer? Uitstap, handen laten zien. Handen laten zien voor het schoot, ik zeg het je. Wat heb jij allemaal, joh? What the fuck is dit? Heel getunede rapid responder hier. Ik kan hem niet aanhouden. Zij een verdachte aangehouden. Hebben jullie toevallig nog een rapid responder die, jullie, die ooit is gestolen is? Want ik heb hem gevonden, denk ik. Eén collega vraagt om assistentie. Oh, heb je nou een transportje gevraagd? Ja, goed. Hij wordt opgehaald en ik los even alles op wat nu nog fout is. Zo, en we zijn weer terug en we gaan even naar een zelfmoordpoging op hoogte. Daar is het AT in gespecialiseerd om dit op te lossen. Denk ik, hoop ik. Anders zeg ik weer iets wat niet klopt. 1201, dat is 1201 over. 1, Adam, 12. Hallo. De staat is oké, OC, dankjewel. Wie wat aan waar? Ja, daarboven. Goed, hallo, vertel. Hallo. Jezus, bedankt dat je er bent. Ja, alsjeblieft. We moeten je heel snel daarboven hebben. Ja, niet nodig om te schieten. En even haar overhalen om geen zelfmoord te plegen. Kom op, let's go. Oké, okay, jongens. We gaan naar boven, we gaan een weg zoeken. Die weet ik wel waar die is. Of waar een ingang is. Maar even dezelfde uitweg als waar ik naar binnen kwam. Moet ik wel even anders aankomen rijden. Gewoon YOLO, full gas. Ging hartstikke goed. Oh my god, deze bochten, jezus. Dat gaat dan nog weer niet lekker. Zo, ter plaatse. Of ja, we waren al ter plaatse, we gaan nu naar boven. Zonder wapens, het hoeft niet allemaal zo zwaar bewapend naar boven. We hebben ze wel bij. Stel ze gaat loco en ze wilt ons meenemen in de zelfmoordpoging. Gaan we allemaal niet vanuit. Ook deze was in de vorige AT video al te zien. Alleen toen was ze gesprongen. Dat gaan we nu voorkomen. Maar ik ben geen onderhandelaar. In dat gebied is dat denk ik wel een van mijn slechtste... dingen. Ik heb heel lang roleplay gedaan in clans. Nu geen tijd meer voor overigens. Maar dat was echt iets wat ik niet kon hoor. Onderhandelen met iemand die zichzelf dreigde te vermoorden. Daar was ik echt heel slecht in altijd. Dus nu heb je drie opties. Eentje is het sowieso niet van ja, sterf maar lekker zeg je dan. Ja, dat lijkt mij logisch totdat...
Hallo, ik ben van de politie. Ik ben Wim. Ah nee, wacht, dat mag ik niet zeggen. Ik ben Pietertje. Niet mijn echte naam, maar noem me maar Pietertje. Ik wil hier gewoon niet van afvallen. Ik ga naast je staan, is dat goed? Vast wel. Mijn collega blijven op gepaste afstand. Ik kan er ook gewoon deze. Oh, sorry, dat zeg ik niet hardop. Hallo, ik ben Pietertje. Hoe gaat het? Ik wil je helpen. Zeg me wat ik kan doen. Go fuck yourself, dat begint goed. Gaat ze nu al springen? Nee. Je hoeft het niet te doen, ga ik maar zeggen, want ik weet het echt niet. Nou, niemand begrijpt me. Ja, weet je, ik kan wel zeggen van, de manier waarop het gaat, hoe je je voelt gaat veranderen. Maar dadelijk is dat niet zo. Of dan zegt ze, ja, dat weet je niet, kun je niet zeggen. Als ik nu zeg, je man is op je aan het wachten, doe het niet, dan zegt ze, ja, mijn man is dood, we gaan gewoon voor 3. Oh, geen shotgun erbij. Oh, nee, ik moet er nu echt gaan taseren, want nee, kut. Zie je, ik wist gewoon, het was of je hebt gelijk. Ja, ik had er, als ik er in de lucht had getased, dan was het ook niet veel beter geworden. Of ze zegt, je hebt gelijk, ik stop ermee. Of ik flikker nu aan de dag af. Of ze zegt, ga je nu naar boven? Het heeft zin. Of ze zegt van, hij is dood. Ja, dus ja, ze sprong. Eigen schuld, kon ik niet weten, volgende keer beter. Kom maar onder, wat ga je nou daar staan? Ga je ook springen of zo? Zo. Ik zie jullie zo weer als ik om een donder krijg van die chef daar. Zo, daar zijn we. Ze gaat ook echt. Niemand helpt er, hun staan nog steeds te kijken. Oh god. Oké, doei. Ik weet niet wat ze zei. Je hebt je best gedaan. Tot de volgende keer of zo. En nu zijn we weer een normale auto. Je like staat open. Al je likes staan open, zeg maar. Nou. Rijdt op de snel. Oh god, zijn hier wel een auto gestolen. Maar dat is voor de politie. Ik zal het even doorgeven. Op de snelweg rijdt hier op dit moment iemand die wordt gezocht. Gaat hier onderdoor en wij willen hier de snelweg op. Dus dan gaan we dat via daar doen. We rijden parallel. Wordt gezocht voor grote misdaden. Iets. Crazy shit. Hij staat stil. Hij rijdt weer. Politieagenten onopvallend rijden achter hem. Daarom kunnen zij ons precies de locatie vertellen. Het betreft een... Geen idee wat voor een voertuig precies links van mij nu. Dus het is deze grote Jeep hier. Oh, let op. Goed. Oh, geen taser. De klok. Politie uitstappen, allemaal laten zien. Ik verdacht er weer, wordt onmiddellijk geschoten. Uitstappen. Oh, ik ben getaser, Schiet hem neer, Jongens, schiet hem neer. En het is erbij. Wapens bergen. Gebied veiligstellen. Verkeer lijkt rustig. Verdachte rijdt in op ons. Daardoor hebben wij geschoten. Jullie deden ook niet veel, hè? Ik ben getased, jongens. Jullie moeten dan wel ingrijpen. Goed, wij gaan door. De collega's hier lossen het verder op. Ja. Hey, daar is Sarah weer. Jullie kennen Sarah vast nog wel. Kennen jullie Sarah niet? Zeker even de aflevering met de T6 en mijn collega checken. Vrouwelijke collega namelijk. Waarin ik met Sarah op pad ging. En Sarah ging zeg maar evenveel schieten als ik net schoot. Maar Sarah deed dat zonder reden en ik deed dat met reden. Maar ik dacht Sarah wordt ontslagen. Maar Sarah is er nog. Dus dat betekent dat wij binnenkort weer met Sarah gaan spelen. Hun gaan uitstappen. Dus dan ook look at player for everyone. Everybody of zoiets. Sign to all. En dan blijven ze wel zitten. En wij gaan door.
En we gaan langzaam nog eens één meldingje doen en dan is het mooi geweest voor vandaag. Oh, sorry meneer. Er is geschoten met zware wapens. Politie vraagt om assistentie AT. Oké. Ze schiet op mensen, hij schiet op mensen. Politie! Let op! Wacht er neer. Wapenbergen. Daar komt de ambulance met de nieuwe ambulance sirene die jullie nog niet hebben gehoord, denk ik. Volledig Amsterdams, sirene en de skin. Zo, hey mensen, bedankt voor het kijken. Hoop dat jullie een hele leuke video vonden. Wel een paar meldingen, hetzelfde, zelf afgehandeld of zelf hetzelfde afgelopen. Dus met de dood. Voor iedereen is het met de dood afgelopen vandaag, behalve één iemand. Dus ja, ik zou zeggen tot de volgende video en dat, ik weet nog niet wat. Tot dan, doei!